Ah, ze lulden me wat uit hun nek. Dat hier nooit iets gebeurt in Bunnik. Wat een kwats. Bouwman en ik zaten hier met een paar lijken. Een moordenaar. Ook nog eens een keer deze verdachte kerel die niks zegt. Waar gaat er naartoe met deze zaak? En wij maar denken dat we hem in een hoekje hadden. Daar in de verhoorkamer. Maar nee, deze verdachte liet niks los. Hij wist van wanten. Dat was letterlijk de enige informatie die hij gaf. Dat was op zich wel een goede tip, want het was echt stervenskoud buiten. Maar wie weet konden we nog wat meer uit hem krijgen. Er was nog wel een kans dat we hem zouden breken. Immers, al ons kruid was nog niet verschoten. Sterker nog, Bouwman en ik, we hadden de beste trucjes voor het laatst bewaard. Onze truc met de lamp werkt niet. Hij heeft een zonnebril op. Verdomme, hij is goed. Ja, deze gluiper dacht dat hij ons te slim af was. Maar we hadden nog wel een aantal vragen voor hem in petto. Laten we eens beginnen bij iets simpels. Kende je de vrouw die dood op het veld gevonden was hier? Welke vrouw? Onze enige aanwijzing, het raam uit. Maar wat een ijzersterke verdediging. 2 plus 2 is 4. Minus 1 is... Ik wil een advocaat spreken. Stel, hypothetisch gezien, ik heb allerlei irritaties en moet veel krabben daar beneden bij mijn schaamteregionen. Dus ik vraag het voor een vriend. Wat zou dat zoal kunnen zijn? Bedankt dat je de vraag stelde, man. Ik wist dus niet of we vandaag een SO hadden. Wat had jij bij 39? Als we allemaal op aarde tegelijkertijd springen, draait de aarde dan onder ons door? Of draaien wij vervolgens allemaal mee met de draaiing van de aarde? Deze vragen zijn echt kut. Ja, daar had hij wel een punt. Ons improvisatiewerk was niet het beste en met deze vragen zouden we er nooit komen. Maar hij moest het zijn. Er was niemand anders. Ik wist het en Bouwman wist het net zo goed. Nu ben ik het zat. Wat zal jouw moeder trots op je zijn? Nog altijd geen kick, hè? Proberen wel iets anders. Hij is overduidelijk de moordenaar. Het stond in de intro van de vorige video. En credits liegen niet. Credits liegen niet. Ja, Bouwman had een punt. Het stond echt in die vorige aflevering. Ik ben zelf nog terug gaan kijken en ik zag het inderdaad staan. Maar hij gebruikte zijn zwijgrecht goed. Bijna te goed. Hey. En we kwamen tijd tekort. Hallo. Hey, schiet eens op met die vertellerstem. Ik moet nog mijn medicinale sigaret halen. Ja, hij had wel een punt. We hielden hem al 3 weken vast en hij liet niks los. En of hij nou met zijn naam in de ondertiteling stond als de moordenaar, we konden niet verder. Ik heb niet alle tijd van de wereld. Nee, blijkbaar niet. En we konden hem ook geen tijd in de bak laten doen op deze manier, dus hij moest vrij uit. Maar dat zette Bouwman en mij wel weer een aantal stappen terug in deze zaak. Met die gluipend weer op de vrije voet, waren Bouwman en ik terug bij af in deze zaak. Terug bij de tekentafel. Ironisch, want we hadden nog niet eens een schets van de moordenaar. Wederom een dood einde, maar het voelde ergens alsof... alsof ons plot een tweede slinger zou krijgen. Als een soort van tweede akte. Dat gebeurde allemaal toen... Bouwman. Ik weet wat je bedoelt, maar je klinkt meer als een heel hoog stemmetje. Een soort smurf. Kom eraan. Rookie, er is een nieuwe moord gepleegd. We gaan. Yep. Die is dood. Ja. Ja, die is dood. Dankjewel, dokter Prado. Waar waren we toch ook zonder hem? Ja, het was die panda. Ze noemen hem Rabby. In ieder geval, ze noemden hem voordat hij onthoofd werd. Hij was eigenlijk de enige andere die dicht op een plaats delict zat. Dus de panda was de moordenaar niet, dat lijkt me duidelijk. Maar
Maar wat betekent het dit? Slachtoffer is Rebby de Panda. Die kun je kennen van die vorige aflevering die we gedaan hebben. Hij is definitief onthoofd, althans. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En hij heeft nu ook zo'n cool hoedje op. Het is bijna alsof de echte moordenaar zijn sporen aan het wissen is. Hij heeft duidelijk zijn huid verkocht voordat de beer geschoten was. Toepasselijke woordgrap, maar wat schoten we er eigenlijk mee op? De moordenaar heeft dit keer wel wat anders geprobeerd. Ja, dat was klaar duidelijk, maar hoe gingen we de kopieerkat nou überhaupt ooit vinden? Hij werd door zijn vrienden ook wel de masterbeer genoemd. Comedie komt in drieën, zeggen ze altijd, maar we moesten terug naar de zaak. Deze moord ging zichzelf niet oplossen en er waren nog zoveel vragen onbeantwoord. Ik weet nog steeds niet wat ik bij vraag 39 moest hebben. Laat staan dat ik begreep hoe deze panda aan zijn einde kwam. We moesten op zoek naar aanwijzingen. Welke dan ook. Het plaatsdelict afspeuren. Kleinste details konden belangrijk zijn. Als het maar nuttig voor ons was. Hey, wat is dit? Die panda had in één keer zo'n kek hoedje op. Wat kan dat betekenen? Tja. Waarschijnlijk niet veel, maar op zich kan ik wel een nieuw hoedje gebruiken. Het is niet alsof we DNA-onderzoek al ontdekt hebben. Dus dit moet wel kunnen, toch? Nou, ik neem aan van wel. Prima zo. Nee, tussen de bladeren hier ligt een sigaret. Hè? Wacht eens even, een sigaret hier. Panda's die roken helemaal niet. Dat is opvallend. Als panda's niet roken en hier ligt een sigaret, dan moet deze wel van de moordenaar zijn. Hé, wacht eens even, dit was een aanwijzing. Misschien wist Bouwman meer. Hé, hey, baas. Dit zijn niet jouw peuken, of wel? Nee, rook ik niet. Wie rookt deze peuken dan? Rebby? Volgens mij roken panda's niet. Er zit geen bamboe in en zo. Wacht. Ik ken maar één iemand die deze sigaretten rookt. Maar toen viel mijn partner stil. Alsof hij vast was gelopen als een oude typemachine. Of hij nou wist wie die peuken rookte of niet. We kwamen er nergens mee dichterbij. Het was waarschijnlijk een aanwijzing van niks. En toch kreeg ik het gevoel dat de dader niet ver kon zijn. Alsof hij ons in de gaten hield in dit Bunnikse bos. Misschien een paar meter afstand. Als een adem die heeg in onze nek. Maar toch, ongrijpbaar. We hadden nog geen idee. We konden hem niet zien. We konden hem niet uitvogelen. Terug naar het bureau. Oké, die ene gast is vrijgesproken. En die panda is dood. Dus we zijn door onze verdachte heen. Deze zaak gaat me echt onder de huid zitten. I've got you under my skin. I've got you deep in the... Bas! Ga zitten! Dit is Bunnik, niet Broadway. We moeten door met deze film noir. Je ziet, het is een zwart-wit filter. Ga zitten. Sorry. Dank je. Die sigaret die ik heb gevonden. Je zei dat het iemand was die rookte. Wie is dat geweest? Nee. De man die deze sigaretten rookte, die is dood. Ah, dat verklaarde een boel. Maar hier kon onze zaak toch niet doodlopen? Er moesten connecties zijn. De plekken, de motieven. Die ene sigaret. Iemand die schijnbaar dood is. Rebby de panda aan het hoofd. Dat hele meisje gewurgd. Allemaal ook hier om de hoek. Zo dichtbij. Allemaal in Bunnik. Mijn hoofd ratelt alle kanten op. Ik was het inderdaad al die tijd. Brigadier Jansen. Jansen? Je was dood! Nee. Ik ben niet dood. Ik rook op doktersadvies. Doktersadvies. Ik heb mijn eigen dood in scène gezet. Al die moorden. Weet je, de baas? Zette mij altijd op de broodzaak. Ik vond de broodzaak erg leuk altijd. Spiegelzat word je ervan. Jansjan, dankbare hond. De broodzaak. De crèmevulling de la crèmevulling van de zaken in Bunnik. En die gaf ik jou. Uit vertrouwen. Ik heb alle moorden gepleegd. Ik heb Jessica gewurgd. Ik heb het leven uit haar gehaald en het was heerlijk.
Ik ben de kopieerkapmoordenaar. Ik was het. En ik geniet ervan. Jansen, het stopt hier! Ik heb stalen longen. Hans, ik geef het op. We hebben je nu. Holy fuck. Laat me dit niet doen, jij zieke psychopaat. Geen zorg, jongens. Ik heb hem. Jij gaat mee naar het politiebureau, jongeman. Maar daar zijn we al. Kom mee. Dat was een goede zaak, baas. De kopieerkapmoordenaar is van de straat. De rust is wedergekeerd in Bunnik. Terug naar de broodzaak. De crèmevulling, de la crèmevulling van de draken. Ja, ja Jansen. Oude pikkelingen van. Als brigadier Jansen hier nog was geweest, hoeveel broden die al heeft